Met de 3D Street Art Sportplezier is woensdag het actieplan Joy of Moving gelanceerd. Ferrero en NOC-NSF geven daarmee verder invulling aan het partnership tussen kinder en sport en de Nationale Sportwijk. Joy of Moving moet bijdragen aan meer en beter bewegen door kinderen. Ja, met het actieplan Joy of Moving willen we vanuit de Nationale Sportwijk het hele jaar door initiatieven lanceren die bijdragen aan meer sportplezier bij kinderen. Ja, we hebben goed gekeken waar we toegevoegde waarde kunnen creëren, want er gebeurt al heel veel. Nou, de enerzijds is dat door kennis beschikbaar te stellen en te bevorderen. Een mooi voorbeeld is de beweegtest in het actieplan. Maar anderzijds ook door het lanceren van innovatieve concepten waarmee we op een hele leuke manier onze boodschap kunnen verspreiden onder een brede doelgroep. Ferrero en NOC-NSF willen scholen ondersteunen in het optimaliseren van sportprogramma's. Zo kunnen scholen gratis gebruik maken van de MQ-schooltest. Daarmee kunnen docenten in 1 minuut de motorische ontwikkeling van kinderen testen. Het voordeel van deze test is eigenlijk tweeledig. Op de eerste plaats is die heel gemakkelijk en snel uit te voeren door zowel gymleraren als ook buurtsportcoaches. En met de informatie die scholen en buurtsportcoaches dan krijgen, kunnen ze veel beter keuzes maken over welke sporten ze op school willen organiseren, passend bij waar leerlingen behoefte aan hebben. Het is voor mij dat ik heel snel kan zien of een kind motorisch in orde is en of hij zich goed ontwikkelt. Dus het geeft wat meer beeld of ik goed op weg ben met mijn lessen of niet. Ik vond het wel heel leuk en op het begin was het ook wel heel spannend. En je kreeg het er wel heel warm van. Ik vond het superleuk, vooral dat je ook kan voetballen. Ik vind het een super initiatief. Ik denk dat het goed is om te kijken, met name onder basisschoolleerlingen, wat de fitness van kinderen al is. En ik denk dat je daaruit niet alleen de probleemgevallen kan filteren, maar ook kan zien welke kinderen er misschien wat meer aanleg of talent hebben voor bepaalde sporten of motorische ontwikkelingen. Dus ik denk dat het aan beide kanten van de schaal positief is. De Nationale Sportweek is jaarlijks de aftrap van het nieuwe sportjaar. In het kader van het actieplan Joy of Moving gaan Ferrero en NOC-NSF dit jaar verschillende activiteiten organiseren die uiteindelijk bijdragen aan meer sportplezier bij kinderen.